De Maartenskliniek gaat in de komende jaren op de schop. Donderdag kwam, zoals het bij de start van de bouw van het ziekenhuis ook gebeurde, een heraut de verbouwing aankondigen. Trotse medewerkers die allemaal gaan meewerken aan een nieuwe uitdagende toekomst. Ja, we gaan een bouwtraject starten waarbij we nog wel alle vergunningtrajecten met de gemeente door moeten. Maar we gaan een bouwtraject starten om een nieuw revalidatiecentrum te bouwen aan de achterkant van ons ziekenhuis. Een nieuw operatiekamercomplex en een nieuw loop-expertisecentrum. Maar de bedoeling is dat het eerste kwartaal van 2019 klaar is. Nou, wat de mensen bij ons ervan gaan merken is dat we een gebouw gaan afbreken. Daar waar een nieuw gebouw komt. Dus dat moeten we nu afbreken. En dat betekent ook dat we de mensen die daar nu werkzaam zijn en de afdelingen die daar nu zijn, dat we die moeten inhuizen in de rest van het huis. En dat betekent dus dat we de komende 3 maanden heel veel verhuizingen hebben. En dat we dan, als we daarmee in januari klaar zijn, dat we dan gaan slopen. En dat we daarna gaan bouwen. En dat betekent dat we vanaf nu ongeveer 2 jaar bezig zullen zijn. En het bouwproces dat gaat meestal heel snel. Maar het inrichten van een ziekenhuis, ja, dat kost tijd. Je moet de apparatuur checken. Je moet zorgen dat alles klopt zoals je het van tevoren bedacht hebt. Dus de muren bouwen, dat zal er heel snel staan. Het huidige ziekenhuis is 20 tot 25 jaar geleden gebouwd. Met de kennis van toen. Dus als je nu een nieuw ziekenhuis bouwt en je betrekt daar echte patiënten bij, dan krijg je 1-persoonskamer zoals we nu gaan inrichten. Dan krijg je bredere gangen voor onze revalidatiepatiënten die hier ook lang verblijven. Waarbij ze ook echt het gevoel hebben dat ze hier echt thuis zijn. En dan kunnen we ook gebruik maken van de nieuwste technieken. Douches die aangaan op stem voor mensen die een handicap hebben. Mensen die hun kamer kunnen aanpassen naar hun eigen wensen. Dus we kunnen op die manier veel beter en veel patiëntgerichter de zorg inrichten. Maar ook technisch de dingen veel beter doen, bijvoorbeeld op een operatiekamercomplex. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.